Helemaal vandaag weer een nieuwe video voor jullie. En dit keer was het een soort van experimentje wat ik heb gedaan. Ik heb namelijk samen met mijn zus een detoxkuur gevolgd. Het kwam er best wel lastig uit. En veel zullen het vergelijken met een dieet, maar zo hebben wij het eigenlijk niet gezien. Maar we wilden het eigenlijk gewoon een keer heel graag testen. Heel erg in het kort is het eigenlijk gewoon een soort van reiniging van je lichaam door middel van heel veel verschillende sapjes. En ik ga je in deze video uitleggen wat ik ervan vond, wat ik ervan heb geleerd, wat het me heeft opgeleverd, al die dingen. Dus ben jij benieuwd hoe ik het heb ervaren en ben je eigenlijk wel benieuwd hoe het eigenlijk in zijn werk gaat? Like even deze video en abonneer op mijn kanaal om geen één video te missen en vergeet natuurlijk niet het belletje aan te klikken. Nou wil ik van deze video niet een hele uitlegvideo maken, maar omdat ik zoveel vragen heb gekregen naar wat een detoxkuur is, omdat ik het op mijn Instagram had laten weten, dacht ik, hoezo zou ik het niet gewoon vertellen? Want heel veel zijn er toch wel benieuwd naar en het mag soms ook wat leerzamer. Dus bij deze en laten we gaan beginnen. Ik heb hier eventjes een boekje waarin ik alles heb opgeschreven wat ik in ieder geval wil vertellen. Laten we gewoon gaan beginnen bij het begin. En dat is dat mijn zus en ik eigenlijk al een hele lange tijd de detoxkuur wilden volgen. Maar eigenlijk niet zoveel verstand van hadden. Want meestal doen mensen het als ze veel aan het sporten zijn. Maar dat was bij ons eigenlijk niet het geval. We zijn dus gewoon een beetje op zoek gegaan naar welke merken detoxkuren verkopen. En zo kwamen we bijvoorbeeld uit bij Dr. Detoxkuur, groentesapje. Maar eigenlijk nog heel veel verschillende. Maar uiteindelijk zijn we toch gegaan voor een groentesapje, omdat hij ons het meest aansprak. Toen kon je de keuze maken voor 3 of 5 dagen een detoxkuur. En wij hebben gekozen voor 5 dagen. Ze raden je namelijk gelijk af. Ik had heel goed persoonlijk contact met ze. En ze raden me eigenlijk gelijk af om voor 7 dagen te gaan, omdat ik het nog nooit had gedaan. Maar we wilden eigenlijk wel zo lang mogelijk proberen. Dus we zijn voor 5 dagen gegaan. Of dat is gelukt, hoor je later in deze video. Maar we zijn in ieder geval voor 5 dagen gegaan. En de reden hiervan was dus eigenlijk gewoon omdat we gewoon eigenlijk zo lang mogelijk dit wilden proberen. En we zoiets hadden van 3 dagen, dat is toch veel te kort. Waarom zou je dat maar 3 dagen doen? Toen we het hadden besteld, kregen we eigenlijk een heel groot document binnen. Met wat de voordelen waren. Wat je voor het best kon doen. Wat je kon eten van tevoren. Maar laat ik gewoon even gaan beginnen met de voordelen. Wat ons het meest aansprak waren deze voordelen. Er stond een hele opsomming met de voordelen en daar kan ik natuurlijk zelf niet echt goed bepalen of het echt zo is. Want ja, ik heb er weinig verstand van, maar het zal wel zo zijn. En ik geloof er eigenlijk gewoon in. En welke punten mij het meest aanspraken waren dat het helpt bij het versterken van je immuunsysteem. Dus het bestrijden tegen ziektes. Na de detoxkuur zou je minder snel trek hebben in je slechte eetgewoontes, zoals een snoepje pakken snel of heel veel snacken tussendoor. Dat zou je dan minder daarna gaan doen. En je maag zou bijvoorbeeld kleiner worden. Omdat je zo weinig eet, wordt je maag wat kleiner. En daardoor kan je daarna ook wat minder eten. Omdat je maag eigenlijk soort van is gekrompen. Dus dat betekent dat je daarna minder zou gaan eten, omdat je maag veel sneller vol raakt. Ook stond erin dat je huid, ogen en haar, stond het er? Ja. Levendig werden. En mijn huid was de laatste tijd gewoon best wel slecht. Nou mag ik natuurlijk niet zeiken, want ik heb eigenlijk helemaal geen echte pukkels. Maar ik kreeg wel overal een beetje wat bultjes. En zoals je nu ook al ziet, heb ik eigenlijk geen make-up op. En puur omdat ik dat de laatste dagen eigenlijk helemaal niet doe. En vooral niet tijdens de detoxkuur. Ook heel goed om te vermelden, ik heb tijdens de detoxkuur geen make-up gedragen. Nog even vooraf. En dat vooral om eigenlijk te kijken of ik verschil zag in mijn huid. Of ik verschil zag in mijn haar en zo. En als laatste stond er dat je nog een algeheel schoon en gezond gevoel zou ervaren. Nou verwacht ik natuurlijk niet dat ik na de detoxkuur echt een heel nieuw persoon zou zijn en niet meer slecht zou eten. Maar ik dacht, oké, als je een algeheel schoon gevoel ervaart, lijkt dat me wel heel erg fijn. Nou, dat hadden we allemaal gelezen en er stond ook in dat je moest beginnen met een pre-tox. Wat het inhoudt is dat je 3 dagen van tevoren minder kan gaan eten, zodat je een beetje gaat afbouwen. Want het wordt heel lastig als jij van alles eten naar ineens alleen maar sapjes drinken gaat. Dus dan moet je een beetje afbouwen en dat ging eigenlijk zo. De eerste 3 dagen van tevoren mocht je alleen nog maar, ik moet zo goed zeggen, geen rood vlees en melkproducten. Dus zuivelproducten. Wat voor mij al best wel lastig was, want ik eet best wel veel yoghurt. En vooral als ik bij mijn vader ben en ik begon met de pre-tox bij mijn vader. Dus ik moest eigenlijk gelijk stoppen met het eten van yoghurt. 2 dagen van tevoren mocht je alleen nog 2 dagen van tevoren mocht je helemaal geen vlees meer, geen vis, geen brood, geen rijst en geen suikers. En 1 dag van tevoren mocht je eigenlijk alleen nog maar salades, rauwe groenten en noten. Die 1 dag van tevoren was ik best wel ziek en ik voelde me eigenlijk al de hele week niet lekker. Dus dat alleen maar salades en groentes en zo was voor mij best wel wat lastiger. Maar ik had me ziek gemeld van school. Toen ben ik gelijk even wat fruit en zo gaan halen. Zodat ik me in ieder geval wel nog even wat goed eten binnen kreeg. En niet en ziek was en dan niet ging eten. Dus ik heb echt een hele schaal vol met fruit gemaakt. Dus dat was wel heel erg lekker. En daar had ik op zich ook nog geen moeite mee. Maar het was meer gewoon dat ik me niet zo lekker voelde. En ik toen ook nog dacht, ik wil nu gewoon eten.
Nou, en toen mochten we echt gaan beginnen met de detox in plaats van de pretox. Die was nu nog echt voorbij. Dus we begonnen ermee en ik zal in beeld eventjes een foto doen van hoe mijn vriezer eruit zag. Alle sapjes hebben we genummerd en in de vriezer gedaan. Vanaf donderdag 1 tot en met 8 tot en met maandag 1 tot en met 8. En zo wist ik precies welk sapje ik op welk volgorde moest nemen. Al kregen we ook een heel mooi schema doorgestuurd. Daar stond precies op welk tijdstip je welk sapje moest nemen. Wat echt super handig was. Maar het was ook wel een beetje lastig. Omdat ik ook natuurlijk naar school ging. En ik me best wel erg aan de tijden moest houden. Al was dat best wel gewoon lastig te combineren met school. Omdat je wel gewoon in de lessen zit. En je niet zomaar een drankje naar binnen kan werken. En wat daar ook nog eens bij kwam kijken. Is dat ik de drankjes en mijn zus ook niet heel lekker vond. En dan is niet heel lekker echt nog heel lief uitgedrukt. We waren begonnen met de sapjes. En mijn eerste sapje had ik al zoiets van, oké. Maar die was wel naar binnen te werken. Want die moest je drinken met wat heet water. Maar alle sapjes die erna kwamen waren gewoon pure 500 gram groente. Geen fruit, alleen groente. Er stond groente en fruit, maar het enige wat ik proefde was groente. En ik moet zeggen dat ik dat echt heel zwaar vond. Want ik hou al niet mega erg van sapjes. Bijvoorbeeld multivitamine vind ik heel lekker. En Goedemorgen of zo. Maar ik kan er niet tegen als er stukjes in zitten. En eigenlijk in elk sapje zat wel iets van stukjes. En toen had ik echt zoiets van, oh, dat kan ik echt niet. En ik vond het ook echt heel lastig. Nu zou je wel denken van, oh, je stelt je aan. Maar ik heb letterlijk al mijn vrienden laten ruiken van, kijk, dit moet ik drinken. En iedereen die rookt, die kreeg even een kokhalsneiging van hoe vies het was. En nou is het natuurlijk helemaal niet gemeen bedoeld. En ik snap natuurlijk dat het gezond moet zijn. Maar als je dat normaal nooit drinkt, is het echt wel echt even een hele grote verandering. En als het goed is, heb ik ook nog een filmpje van dat mijn zus en ik samen een shirtje nemen. Enige beeld dat ik heb opgenomen. Maar ik moet wel zeggen dat dit echt vet grappig is. Dus ik het eventjes in de video wil doen. Hier zie je het. Oké, ik ben uit school. En ik heb al wat sapjes genomen. En ik moet echt zeggen, het is fucking ranzig. Het is bizar. Het is zo vies. Het proeft gewoon echt alsof je... Nee, het is echt heel vies. En ik geloof best dat dat erbij hoort. Want het is natuurlijk alleen maar groente. Maar het is echt vies. Ja, dat ik niet zeker. Dit doet me echt denken aan dat filmpje met... Het smells like public restroom. Yeah, no. Ik moet potbak hebben of zo. Oké, ik ga het doen hoor. Ik kan niet. Ik durf niet, ik weet het. Ja. Dat ik ben zo bang dat het er al uitkomt. Je gaat het niet halen. Eeuw, nee, niet ook een trap. Hoe deed je dat? Verstand nul. Maar dat staat niet bij mij toch al. Pindakaas vind ik echt vies. Vind ik echt heel vies. Iemand als een broodje pindakaas aan het eten. Ik dacht echt grap, ik zou een moord doen voor dat broodje. Ik wil die zo graag. Die pindakaas, ik zou het aflikken. Gewoon, het is niet eens dat ik honger heb als in, ik mis avondeten, ik mis dit. Nou, mis ik wel. Maar het is meer, ik heb zoveel trek in brood. Ja. Ik zie stofbrood liggen op tafel. Zo niet even een broodje. Nee, ik proef het gewoon. Nou, ik probeerde dat spul, maar... Naast deze sapjes zou je waarschijnlijk wel denken dat je heel veel honger zou hebben. Of je misschien wel misselijk voelde. Of allemaal andere dingen. Eigenlijk was hetgene wat wij heel erg misten, was brood. Want wij zijn echt heel erg verslaafd eigenlijk aan brood. En ik had niet per se last van honger. Ik spreek nu even voor mezelf. Ik weet dat mijn zus wel honger had. Maar ik had niet per se mega last van honger. Maar wat het gewoon was, was dat ik de sapjes niet heel lekker vond. En als je dan ook nog eens niet mag eten, maar je ziet echt op tegen die sapjes van, oh, ik moet weer een sapje nemen. Je hebt er ondertussen gewoon geen zin meer in. Dus wat je wel tussendoor mocht eten, was rauwe groenten. En daarmee kan je bijvoorbeeld een komkommer eten of een tomaat, avocado, iets van een salade van alleen maar rauwe groenten. Maar ook dat had ik gegeten en had ik zoiets van, die groente komt echt wel mijn strot uit. Dus ik had de tweede dag in de avond zo'n groente salade gegeten, maar echt
Mijn moeder vond hem hartstikke lekker en ik geloof dat als ik het nu zou eten, ik het ook heel lekker vond. Maar op dat moment kon ik het echt eventjes niet handelen. En mijn zus en ik hadden dus nooit verwacht dat we het eigenlijk zo zwaar zouden vinden. En dat we echt op zouden zien tegen de sapjes. Nou had ik natuurlijk gezegd dat we een 5-daagse kuur zouden doen. Maar ik wil gewoon heel eerlijk tegen jullie zijn. Dat hebben we niet gedaan. We zijn na 3 dagen gestopt. Dus ik heb donderdag, vrijdag, zaterdag gedaan en daarna zijn we gestopt. Dus we hebben eigenlijk een 3-daagse kuur gevolgd. Al hadden we het echt heel graag af willen maken en dat meen ik oprecht. We hadden beide zoiets van, oké, nee, we gaan het echt afmaken, Maar oprecht, we konden het gewoon niet. En ik merkte ook dat ik me heel chagrijnig voelde. Dat ik er gewoon geen zin meer in had, tegen iedereen gemeen deed. En ik kan wel denken van, je stelt je aan, maar oprecht. Ik was zo chagrijnig. Elke keer zag ik zo'n sapje en dan dacht ik, laat maar. Ik heb er geen zin meer in. En dat is natuurlijk echt totaal geen shade naar groentesapje of zo. Maar het is gewoon puur mijn mening. En ik wil gewoon hartstikke eerlijk tegen jullie zijn. En ik wil natuurlijk ook gewoon jullie een goede mening geven. En al is natuurlijk een detoxkuur best wel goed voor je. Zoals gezegd wordt, heb ik zoiets van, ik kan nu wel tegen jullie gaan zeggen van, doe het ook. Maar ik wil natuurlijk wel gewoon dat jullie ook weten hoe ik er echt over denk. En dat is gewoon dat ik het echt niet aankon. Doordat ik de sapjes eigenlijk te gezond vond, om het maar zo te zeggen. Dus wij hebben eigenlijk maar 3 dagen gedaan. En daarna had ik eigenlijk ook gewoon zoveel honger dat we ook niet hebben opgebouwd. Natuurlijk ben ik niet in één keer een hele uitgebreide pasta gaan eten. Maar het eerste wat ik wel heb gedaan, al zou je dat moeten opbouwen, is brood eten. Nou ja, het eerste wat ik heb gedaan is een bakje yoghurt eten met heel veel fruiten en zo. Dat vond ik heel erg lekker. Maar ik merkte wel echt dat ik na zo'n laagje van mijn yoghurt zat ik echt bomvol. Ik was echt zo misselijk. Dus ik merkte wel gelijk van, wow, daar moet ik even rustig aan doen. Toen heb ik nog eventjes een appel gegeten. En uiteindelijk heb ik nog wat toastjes gegeten met zo'n een dipje erbij. En zo'n soort van tonijnsalade en zo. Toen de volgende dag heb ik wel gewoon een broodje gegeten. En heb ik in de avond een vleesje gegeten. Dus ik heb het niet in één keer natuurlijk gedaan. Maar volgens de 3-daagse opbouwschema heb ik het niet gedaan. Maar ik had eerder zoiets van, ik ga het gewoon opbouwen zoals mijn lichaam dat eigenlijk soort van accepteert. En dit kon mijn lichaam eigenlijk heel goed hebben. Nu zou je misschien afvragen van, heb je van de voordelen die jouw aanspraken echt wat gemerkt? Nou, je kan natuurlijk ook ervan afvallen. Het eerste wat mij is opgevallen is dat ik 1,5 kilo ben afgevallen. Nou was het niet per se nodig en ik wist dat je ervan af ging vallen. En ik had ook niet zoiets van, oh wat erg. Maar het was ook niet dat ik dacht, poeh, ik moet echt afvallen. Maar dat ik 1,5 kilo was afgevallen in 3 dagen... had ik eigenlijk niet verwacht. Dat was best wel snel gegaan. Ik zal eventjes weer van voren aan beginnen bij mijn voordelen. Het versterkt van mijn immuunsysteem. Sorry, maar ik ben geen dokter en dat weet ik eigenlijk zelf niet. Dat zou ik echt een keer moeten laten testen. Maar dat ik eigenlijk vooraf en achteraf moeten laten testen. Maar ik had zoiets van, ja, ik geloof het eigenlijk wel, weet je. Ik zie het wel. Maar qua bestrijden van ziektes, dat het beter zou worden door de sapjeskuur, geen idee. Ik ben zelf gewoon heel erg verkouden, maar dat zal er niks mee te maken hebben. Want ik was ervoor ook al en ik denk niet dat het daarna opeens voorbij is. Dat je maag kleiner wordt, weet ik niet. Ik merkte dus wel gelijk dat de eerste keer dat ik altijd gelijk veel minder kon hebben en ik gelijk misselijk werd. Maar dat is nu eigenlijk ook wel weer voorbij en ik kan nu eigenlijk gewoon weer heel veel eten. Dus ik denk niet dat dat bij mij heel erg is gebeurd. Maar dat is ook omdat ik normaal echt al heel veel at. Ik kon echt alles eten wat ik wilde. Dus ik denk dat het ook niet zomaar weggaat en dat het bij mij gewoon nog wel lekker erin past. Mijn huid moet ik wel zeggen dat hij er beter van is geworden. Ik heb hier dan meestal wat pukkeltjes, maar voor de rest is mijn huid echt super egaal. En op mijn voorhoofd had ik best wel wat bultjes, maar nu is dat eigenlijk zo goed als weg. Nou ben ik ook begonnen gisteren met de Jade Roller. Als je er wat over wilt zien, zoek eventjes op Sarah Ras Jade Roller. Die heeft een hele goede video over gemaakt, daar ben ik ook door geïnspireerd. En ik kan er natuurlijk zelf video over maken, maar ik weet dat haar video 10 keer beter is. Dus ik raad jullie hem zeker aan en hiermee rol ik gewoon elke dag over mijn gezicht. Dus ik ben eigenlijk gewoon veel meer bezig geweest met het verzorgen van mezelf. Omdat ik erachter kwam dat ik eigenlijk dat misschien te weinig doe. En daarmee bedoel ik natuurlijk niet douchen, maar bijvoorbeeld mijn gezicht of zo. Ik haal dan ook mijn make-up er super goed af. Of ik lette mega erg op mijn voeding en ik wil dat wel gaan doen en ik moet ook echt gaan sporten. Maar dit was in ieder geval mijn mening over de detoxkuur. Misschien wil je het zelf gaan doen en ik raad jullie eigenlijk ook wel zeker aan om het een keer te doen. Misschien heel raar naar dit verhaal dat ik zelf ben gestopt en zo. Ik vond het echt heel erg interessant om te doen en al doe je een 1-daagse kuur. Ik vind dat je het wel een keer gedaan moet hebben, want het is wel gewoon heel grappig om al die sapjes te proeven. En om te kijken hoe ver je eigenlijk komt. En dat is bij mij dus niet mega ver. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe jullie het doen. Heb jij het ook al eens gedaan? En heb jij het eigenlijk heel anders ervaren?
Ik ben echt heel erg benieuwd en dat meen ik oprecht. Dus laat even weten in de reacties. Ben je benieuwd naar groentesapje waar ik het vandaan heb en zo? Kijk even in de beschrijving, want daar staat het linkje naar hun site toe. Om een detoxbox te bestellen. Ik hoop dat jullie het interessant vonden om te weten wat ik heb ervaren met de detoxkuur. En dan hoop ik jullie natuurlijk ook nog te zien bij de volgende video. Nou, doei doei!